BanjoTown in England. Zo, ik ben lekker fresh en fruitig, zoals ze dat in Engeland zouden zeggen. Dat doen ze niet. In ieder geval, we gaan zo meteen de taxi pakken en dan gaan wij op weg naar Evolution Studios, die met DRIVECLUB uitgekomen. We gaan daar eten, we gaan daar feesten, we gaan daar bier zuipen, we gaan daar de game spelen. En de game gaan we spelen als een team tegen andere teams met prijzen en dat soort shit. Dus wie weet, misschien win ik wel gewoon nog een PS4 of zo. Dat zou best tof zijn. Ik heb nog geen PS4, dan kan ik het spel tenminste thuis spelen. In ieder geval, let's go! We zitten in de taxi en we gaan... Fuck voor B-ruimte hier trouwens. We gaan naar de studio's toe. En ik heb geen idee. Ze zeiden, koop maar een taxi en dan kapitaal weer laten we terug. Dus dat is wat ik gedaan heb. En ik zie wel hoe lang het gaat duren en wat we gaan aantreffen. Het is een verrassing. Oh, we zijn er. Kijk hier achter mij. Evolution Studios. En we mogen nu naar binnen, dus we gaan nog even wachten. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we gaan aantreffen. Ik heb geen idee hoe het met Joery is, daadwerkelijk nog niet. Ik heb eigenlijk na vanochtend dat ik heb gezegd, hé, thuis is spiegel. Dat zei ik niet tegen Joery. Vanochtend zei ik tegen Joery, hé, ik ga het niet redden. Sindsdien heb ik hem niet meer gesproken, dus ik ben heel erg benieuwd en ik ga nu naar de supermarkt toe. Mee. Jongens, ik heb nu heel erg raar nieuws. Twee dingen eigenlijk. Sowieso, daar staat een knalgroene lamp, dus ik ben knalgroen belicht. Maar ik dacht net dat ik mijn pinpas was vergeten. Dat was heel kut, want de supermarkt gaat zo dicht. Maar dit is mijn pinpas en moet je kijken, in mijn broek heb ik hem gewoon kapot gemaakt. Serieus, mijn pinpas zat vast in mijn broek. Ik haal hem eruit, ik hoor krak. Vervolgens het enige wat ik daarna nog zie is letterlijk mijn pinpas in twee stukken. Ja, volgens mij probeert God mij nu gewoon te straffen omdat ik niet naar Joery ben gegaan in Engeland. Dit is een hel. We zijn binnen. En het is best apart. Ik heb denk de jongste leeftijd hier. Dus ik ben de jongste waarschijnlijk. En ze zijn hier achter mij. Kun je zien dat er een presentatie gegeven wordt. En dan vervolgens gaan we natuurlijk spelen. Ze hebben cocktailbars. We eten, ze hebben drinken, alles, dus dat is wel, dat is best goed. Jullie hebben net de zaal waarschijnlijk wel gezien, het is fucking episch. Ik kan gewoon met alle game lukken, kunnen wij niet. Helaas kunnen wij niet zitten. Maar goed, ik ga zo meteen even maar voor spelen. En wie weet moet onze club wel van heerst en winnen wij die prijzen. En die prijzen kan ik natuurlijk wel gewoon aan jullie weggeven. Want ik heb geen PlayStation 4, dus ik heb er niet zoveel aan. We gaan het dus even hebben over vanavond. Allereerst, het was tof. Laten we dat voorop stellen. Sony, Evolution Studios, wie dan ook, bedankt dat jullie dit geregeld hebben voor ons. Super vet. Jammer dat Bardo er niet is, maar goed, dit keer was ik er alleen. Hopelijk vonden jullie dat ook prima. Dus, even over DRIVECLUB zelf. DRIVECLUB zelf is echt, ik vind het, ik ben zelf niet echt een race game speler. Ik zuigde ook heel hard eerst. Daarna heb ik het toch wel, na een twee uurtje spelen of zo, heb ik het wel echt een beetje onder de knie gekregen. Maar DRIVECLUB is een spel wat ik zou spelen als niet race game speler. Dat zegt veel. Waarom, is de vraag natuurlijk. Nou, de competitieve gameplay die erin zit. En je hebt namelijk een club van volgens mij 6 mensen, dacht ik. Zo'n club kan dus punten verzamelen. In een hele race kan je punten verzamelen. En je hebt allemaal verschillende races. Het is niet een standaard race spel. Je hebt gewoon allemaal verschillende toernooien en dat soort dingen. Het ziet er heel, heel tof uit. Gewoon lekker leuk om te spelen en ook om door te spelen. En je unlockt allemaal dingen, weet je. Je behaalt gewoon een
bepaald level en je clublevel gaat daar omhoog, je behaalt experience, je kan tijdens het racen kan je andermans driftkoers dingetjes, punten of zo kan je verbeteren. Er zitten gewoon heel veel dingen in die de game ook voor herhaling vatbaar maken. En dat is vooral het leuke aan deze game. Het is niet echt een drift game of zo. Je krijgt echt minpunten als je het vanaf gaat of als je tegen iemand aanpost. Dus dat is niet helemaal mijn ding. Ik ben meer van de GTA stijl, overal tegenaan knallen, het liefst iemand opblazen. Maar hoe dan ook, ik zou deze game zeker halen als ik een PS4 had. Helaas heb ik die niet. En ja, het is gewoon vooral leuk. Ik hou van competitief gamen en je kan lekker met elkaar spelen. Het is gewoon een sociale game en dat is er zo tof aan. Oké, nu voelt het net alsof deze video gesponsord is. Dat is het niet. Ja, natuurlijk, ze hebben onze reis geregeld en shit. Maar ik wilde gewoon even mijn oprechte mening van de game eventjes vertellen. Ik vond het event heel vet opgezet, aangezien vooral het sociale idee terugkwam natuurlijk. Ik ga lekker slapen zo. Morgen om 8 uur, als over 8,5 uurtjes, gaat de wekker. En dan ga ik weer terug naar huis. Ik wens jullie een fijne avond. Tot later. Oh ja, trouwens, voordat ik het vergeet te vertellen, mijn pinpas deed het gewoon nog. Wauw. Ik ben helemaal mind blown. Maar blij dat mijn pinpas het nog doet. Dit was alweer de laatste aflevering van BanjoTown in England. Gelukkig kan Bardo zijn pinpas nog gebruiken. En natuurlijk is Joery helemaal heel thuis aangekomen. Voor jouw neus kan je klikken op een link naar DRIVECLUB. Check vooral even het spel. Sony en Evolution Studios, bedankt voor de uitnodiging. En jij natuurlijk bedankt voor het kijken. Ben je al geabonneerd? Heb je al geliked? Laat je nog even een reactie achter. Ik hoop van wel. Tot de volgende keer. En namens BanjoTown zeg ik, laters.